vriendjes en goedemorgen. Het is, om precies te zijn, 8 uur nu. Ik heb dus pakketjes gehad van een kledingmerk, Chiquelle. Ik ga zo even goed kijken of ik het goed heb gezegd. Ze zijn echt heel leuk. Ik heb nu bijvoorbeeld dit groene ding aan. Ik heb het met een leren rokje. Maar dit is eigenlijk ook al een jurk. Maar het is een beetje van zo'n corduroy stof. Maar ik vind het dan leuk als je het zeg maar gewoon zo als lang erbij draagt. Dus ik ga even mijn camera hier neerzetten. Dan pak ik even. Ik heb 5 dingen volgens mij. Die laat ik even zien. Momentje. Sorry als ik nog een beetje suf ben. Want ik ben echt geen ochtendmens. En het is heel vroeg en ik ben al helemaal klaar. Dus dat is al helemaal, dat is al heel wat. Heb ik trouwens al gezegd. Ik weet niet of ik dat in deze vlog al heb gezegd. Maar ik ga dus weer blond. Maar dit was dus mijn eerste item. Ik zal hem zo nog even goed laten zien. Dan hebben wij... Het is trouwens Chiquelle. Ik ben echt Chiquelle. Ik ben echt de slechtste naam uitspreker ever. Maar goed. Even kijken. Oh ja, dit vond ik fijn. Dit is, ik moet zeggen dat de kwaliteit is echt heel goed. Het is echt hele goede, mooie kwaliteit. En ik heb natuurlijk ook zelf mijn spullen gemaakt altijd. Dus je kan dat echt wel goed zien. Maar ik ben, de kwaliteit vind ik echt mooi. En dit topje vond ik leuk. Omdat hij zeg maar... En wat langere armen. Bij mij zal het waarschijnlijk meevallen. Want ik heb echt de langste armen van de wereld, denk ik altijd. De armen zijn zo lang. Daar word je gewoon eng van. Het is gewoon echt... Ik doe eigenlijk altijd mijn dingen altijd zo. Op rollen of jasjes. Ja, dat accepteer ik maar gewoon. Want dat is niet anders. Maar ik heb hele lange armen. Maar in ieder geval bij het model zat het zo. En dat vond ik leuk. Dus bij mij zat... Nee, oké, dat is overdreven. Ik ga zo kijken hoe het zit. En dan een soort van ripstofje. In het grijs. Een top. Me like. Dat is gewoon zo'n basic die je met alles aan kan. En omdat ik het zo fijn vond, wou ik het ook in het beige. Het zit ook echt heel erg lekker. Het is echt een heel fijn stofje. Dan, wat is dit? Ik had gewoon wat linkjes gestuurd. Dus ik weet niet precies wat ze hebben. Ik hou sowieso heel erg van groen. Oeh, yes. Deze vind ik ook mooi. Het is echt zulke dikke goede kwaliteit. Het is een beetje een cropped top. Me like, aangezien ik de laatste tijd ook zo ontzettend veel zwart draag, vind ik dit dan wel heel erg leuk. Kijk, omdat ik best wel lang ben, ik ben 1,78, kan ik zeg maar van die truijurkjes nooit aan. Echt nooit. Dit rokje wat ik nu aan heb, dat kan ik alleen aan omdat ik dan dit ding lang erover aan heb. Want anders is het heel heftig. En dit is dus ook zo'n trui jumper jurkje. Maar ik zie het somber in, mensen. Ik zie het somber in. Dus het voelt wel echt heel fijn. Het jeukt ook niet. Dat vind ik heel belangrijk, anders ook helemaal gek. Nou, jongens. Ik denk dat ik dit aan kan. Ik kom ongeveer tot hier, naar de achterkant. Ja. Ik kan dit aan. Hoi, mensjes. Goedemorgen. Ik ben nu voor het huis van mijn kapster, want ik ga mijn haar weer verven. Ja, ik had geen zin om hem op te maken of iets. Maar ik ga dus mijn haar weer verven. Het is sowieso al best wel lang geworden. Dus daar ben ik echt wel blij mee. Maar zoals je een beetje kan zien. Dit bruine gedeelte. Wat een beetje tot hier. Dit was sowieso eerst nog blond. Ik heb het even heel erg snel. Een beetje Franse slag gesteld. Zodat het gewoon een stuk makkelijker en sneller gaat om mijn haar te verven. Dus vandaar. Dus ik. Ik ben benieuwd en jullie gaan het zien hoe het eruit gaat zien. Ik ben zo blij dat ik wegga van het zwart. Het is klaar. Het is afgelopen. Geen zwart meer voor mij. Nou, ik ga nu snel naar haar toe lopen en dan zien jullie mij zo.
Oh. Heftig. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Dit gaat wel zo. Oeh. Lekker spaghetti. Ja, echt hè? Zo krijg ik gelijk honger. Oh, zullen we eten bestellen of zo? Oh ja, dat is wel een goed idee. Oh. Oh, ik lijk wel zo. Wat is het? Oh, dit is echt een moddermasker is het een beetje. Maar het lijkt zelfs alsof het of je donker verft juist. Ja, dat komt door de astpigment. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe dag. Het is eigenlijk alweer best wel wat paar dagen verder. Ik had ook mijn haar nog niet laten zien. Dus bij deze zien jullie het. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik voel me gewoon weer mezelf, hè Nien? Ja. Echt waar. Ik ben echt heel erg blij. Mijn haar is geverfd door Marianne. Ik zal even haar Instagram hieronder zetten. En zij is mijn vaste kapster al jaren. Dit is dus mijn haar. Het is eigenlijk door heel mijn haar is het geverfd met 3 verschillende kleuren. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Zoals jullie mijn vorige vlog hebben gezien, was ik bij de collectielancering van Nicolette. Ze had een moeder en dochter collectie. En daar heb ik een pakketje van binnen. Dus daar gaan we eerst naar kijken. Ook hebben wij een pakketje van Coolcat gehad. Wat zei je nou? Cool and Cat. Ik heb een coole kat. Oké, ga openmaken. Ik ben benieuwd. Zitten dozen allemaal, hè? Ja. Ik hier een doos, maar hier een doos allemaal. Ja. Wat hoe kijk je zo? Ik krijg een doos hier op. Oh, is dit een tasje? Deze is zo leuk. Deze is zo leuk. Die is wel echt mooi. Laat maar kijken. Deze is zo leuk. Deze. Oh, die is wel echt leuk. Oh, heerlijk. Dit is echt leuk. Kijk, alleen moet je hem andersom doen, want ik kijk nu naar zijn kont. Oh, dat is echt wel heel leuk. Dankjewel, lieve Roa. En nou de doos. Wat is er? Niet zo kijken, joh. Nagellak. Dat is ook nog goed. Nou, eerlijk is eerlijk. Ze weten wel wat je mooi vindt. Lievelingskleur! Het is echt gezien en al glim. Oh, hier hou jij van. Wat is dit? Is dit een broek? Oh, dit is leuk. Oh, en dat. Oh, dit is echt leuk. Hallo. Dit is zo leuk. Het lijkt of een koningin bij mij kwam. Ja, I love it echt gewoon. Zou je het kopen? Ja, ik vind dit echt heel leuk. En dan zou ik blij zijn.
Dit is mijn klim-klim-klim-klim-klemmers. Klim-klem. Dit is mijn tweede klim-klim-klemmers. Echt zo leuk dit. Kijk nou, mama. Er nog zo'n soort pak bij de Zara kopen. En dat hebben we toen niet gedaan. Gelukkig. Noah en Koeket, heel erg bedankt voor alle spullen. Ik ben super, 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 super. Hoi, ja, ik moet nog even filmen. Joost en Celine hebben mij net opgehaald. Hi, Boefie. Oh, de muziek weer. Ja, Joost heeft allemaal kerstliedjes opstaan. Jingle heel... bells. Wij zijn nu in de auto, maar we gaan dus naar de... Spelletjeshal. Ja, hoe heet dat eigenlijk? Orkadehal of hoe heet dat? Spelletjeshal. Orkadehal, maar ik weet niet hoe die heet. Ja, nou, het is dus eentje bij Rotterdam-Zuid, waar ook de bioscoop zit en zo, bij de Kuip. Dus daar gaan we heen, maar het is heel erg druk. Dus dat was eigenlijk een spontane actie, maar het was eigenlijk wat Joost net zei. Als we een beetje logisch hadden nagedacht, dan was het niet de slimste keuze. Maar goed, het staat echt helemaal vast overal. Nou ja, we zien jullie zo daar. Alsof het nog niet erger kon. Onklopplich. Ongelooflijk. Ongelooflijk. 10 meter verder. Dit is wel echt heftig.